In het rustige Noorse trontje moet Ajax donderdagavond een 1-0 achterstand naar zijn voordeel zien om te buigen om zo Europees voetbal af te dwingen. Een week geleden leed Ajax schipbreuk op eigen veld door Van Rozenborg te verliezen. Ajax kreeg de meeste kansen, maar verzilverde er daar niet één van. In tegenstelling tot de Noren die uiterst effectief bleken en tegen de verhouding in de 77e minuut de enige goal van de wedstrijd maakten. Aan Keizer en zijn mannen die woensdagmiddag voet zetten op Noorse bodem, de schone taak donderdag te winnen en liefst meer dan één goal te scoren. Aan motivatie geen gebrek bij de Amsterdammers. We willen heel graag natuurlijk door. En ik vind ook dat we door moeten. Maar goed, we moeten er morgen wel voor vechten, want we hebben onszelf niet in een hele lekkere situatie gezet vorige week. Maar voor de club, voor de spelers, jonge spelers, is het belangrijk om Europees te spelen. Dus moeten we er morgen echt alles aan doen om door te komen. Maar hoe Keizer dat voor elkaar gaat krijgen is natuurlijk de grote vraag. Nou ja, goed om morgen gewoon te gaan spelen en met zoals we altijd spelen, aanvallend voetbal in een uitwedstrijd zal een tegenstander misschien ook iets meer doen. Zo op de stand hoeven ze niks te doen, dus we zullen het zelf moeten voor elkaar moeten spelen. En dat gaat ons lukken, daar hebben we vertrouwen in. Ik denk dat het ook wel lekker is dat we de vorige wedstrijd tegen Groningen weer een aantal kansen gecreëerd hebben en ook nog even 3 ingeschoten. Waar dat de afgelopen wedstrijden niet lukte. Ik denk dat we tegen Heracles meer kansen gecreëerd hebben dan tegen Groningen. Dus het kansen creëren op zich gaat morgen ook weer gebeuren. En dan ben ik ervan overtuigd dat we goals kunnen maken. De winst op Groningen afgelopen zondag was de eerste dit seizoen. Maar het is niet gezegd dat Keizer dat winnende team ongewijzigd zal laten. Nee, is niet van toepassing. Nee. Dus dat kan wel hoor trouwens. Hoor. Dat is prima om in de competitie bijvoorbeeld een aantal weken achter elkaar met hetzelfde elftal te spelen. Maar nu we zo dicht op elkaar elke keer die wedstrijden spelen, vind ik het met onze selectie niet van toepassing. En dus is het ook geen zekerheidje dat Klaas-Jan Huntelaar weer in de spits zal beginnen? Dat kan. Maar we hebben ook nog Kasper Dolberg en die is ook wel heel erg goed. Dus dat is gewoon een keuze die we nu moeten maken. En Klaas-Jan heeft echt gif in de wedstrijd gebracht. Als je ziet hoe die in komt lopen voor de eerste call. Nou, het zijn geweldige kwaliteiten. Maar Kasper is natuurlijk gewoon een geweldige spits ook. Die nog een hele grote toekomst voor hem heeft. Wie er zondag niet bij was, maar wel mee is afgereisd naar Noorwegen, is Amin Younes. Tegen Groningen moest hij vanwege ziekteverstek laten gaan, maar wellicht is hij tegen Rozenborg gewoon weer inzetbaar. Amin heeft het leven vandaag, die heeft maandag op het veld gestaan, die staat vandaag weer op het veld. Daarna kunnen we kijken hoe hij ervoor staat. De druk donderdagavond ligt vooral dus bij Ajax. Rozenborg met zijn goal gescoord in een uitduel zou enigszins achterover kunnen leunen. Ja, dat is wat wij onszelf aangedaan hebben in de arena. Dus de uitslag betekent dat zij gewoon kunnen wachten. Wij kunnen dat sowieso niet. Als wij voorgestaan hadden en thuis hadden moeten spelen, hadden we ook op de aanval gegaan. Omdat dat onze speelwijze is. Zij hebben hun speelwijze en daarbij kunnen ze dat misschien wel. Dan ligt het nog steeds bij onszelf, want we gaan heus wel ruimtes vinden om kansen te creëren. Over een seizoen zonder Europees voetbal heeft Keizer nog niet eens nagedacht. Nee, want ik ga nog steeds uit van het goede.